SMTV. Welkom bij SMTV 7, de allerlaatste aflevering met daarin alweer een heleboel hoogtepunten. Waaronder de uitverkiezing van de Have You Been Muffed winnaar, finale trekking van dit jaar. Verder hebben wij een Dick Jensen special op vele verzoek, vooral van Dick Jensen. En natuurlijk wat beelden van Ed, Zwaan en de Koning en onze optreden Salar. 14 december trok de caravaan weer richting Brabant. Dit keer stonden wij in Tilburg in Café Karel. Have you been mad? Drie kandidaten. Eén huiskamerconcert. En één winnaar. Genomineerde nummer 1. Sandra van Eyck. Genomineerde nummer 2. Arno Mazurel. Genomineerde nummer 3. Anouk Straalman. Arno, 18%. Anouk, 45%. Volgens mij klopt er iets niet bij de telling. Voor de zoveelste keer werden de Secret Sessions georganiseerd in Hotel Het Centrum. Nooit zoveel verzoeken gehad voor een eigen special van een van de bandleden als deze week. Nou, als jullie hem willen hebben, dan kennen jullie hem krijgen. Dick Jensen! Heel goed meegezend, hè? Ja. Ja. Deze rakkers, pa! Pa, inderdaad, inderdaad. Pa. Dick Wilders, ja. Zeg het maar. Nou, ik ben tegen alle hindoes. Ik vind het hindoeïsme en het, vooral boeddhisme ook erg overheersend zijn. Je hebt maatschappij van vandaag. Ik zei toch dat je daar niet kan. Ja, als ik naar de moslims. Ja, de hindoes hadden gehad. En alle moslims zijn mijn vrienden. Hai. Have you been mad? En de nieuwe tussenstand. En Arno en Anouk. Arno, Homar, helemaal mis hier. In het programma Zwaan en de Koning op Midvliet FM nam Ed voor één keer de honneurs waar van de ontslagen en daarna ritueel verbranden Stefan de Koning.
Hij deed het natuurlijk hartstikke goed en we zijn helemaal trots op hem, waardoor Ed een 3-jarig contract heeft aangeboden gekregen bij Zeta Beva FM. In je hol! Ja. Maar we gaan eens even lekker aan de binnenkant van het pand kijken. Altijd als ik radio luister, luister ik Midvliet. Jammer, ouwe. Hoe is het? Gek. Ja. Je hebt je niet geschoren, gozer. Nee. En kijk. Ja, jij bent... Ik dus wel, hè? Jij staat er glad bij, zeg maar. Echt lekker glad gewoon. Ja. Wil je de rest ook zien? Ja. Nou, u bent live in de uitzending. Ben ik in de uitzending? Ja. Het gaat geweldig. Ja, nou echt, we worden plat gebeld op dit moment. Ja, we hebben net, dat is echt heet nieuws, we hebben net een contract aangeboden gekregen. En ze willen wel beeld erbij ook, want okay. Ze vinden het zo knap. Ja. Maar, ja, dat is over dan, de radio kan je nagaan. Dat is dan, ja. Is dan wel bij 10, dus ik weet nog niet of we dat doen. Ja. Haar probleem. Zij is namelijk bang dat ze door haar geluk geen nieuwe liedjes meer kan schrijven. Want hè, je weet gewoon als je artiest bent en je schrijft liedjes, dat je eigenlijk toch een gezonde portie ellende nodig hebt om over te schrijven. Afgelopen week kwamen wij tot een schokkende ontdekking dat onze basseur in zijn vrije tijd niet beluisterde radiostations belt met hele vreemde verzoeken. Luister maar. Hallo met de radio. Ja, hallo met Henk. Ik had een vraag voor Ed. Ja, Ed luistert mee. Hey. Hallo. Geweldig. Dank u wel. Ik had een vraag aan je. Ja, Henk, stel die vraag maar, jongen. Wat voor kleren heb je aan vandaag? Op dit moment ben ik naakt. Ik heb een kerstmuts op, alleen. Ja. En ik heb mezelf hier net ondergespoten met nep sneeuw. Ik ben een jaren fan van je. En ik wrijf het helemaal nu over me uit. Ik ben een jaren fan van je. Ik ben een jaren fan van me, hè? Ja, mag ik vragen, Henk, wat jij aan hebt op dit moment? Helemaal niks. Helemaal niks? Nee. En daaronder? Nog minder. Nog minder. Ja. Henk. Het is elke keer weer een eer om jou te spreken, Henk. Ik vond het eerlijk om jou te gesproken te hebben. Ja, en met deze plaat op de achtergrond is het extra lekker. Ja. Ja. Henk, mag ik jou bedanken? Ja, bedankt voor dit fijne gesprek. Wat ga je doen dadelijk, Henk? Dag. Als je klaar bent. Hallo, Henk? Ja, dat kan ik niet vertellen. Oh, oké. Okay. Ik ga nu ophangen, ja. Veel plezier, Henk. Dag. Zo, nou, goed. Tot zover Henk, dus. Have you been mad? Nou, door alle technische malheur hebben we toch besloten de trekking van de Have You Been Muff 2006 verkiezing weer met de hand te moeten doen. Ik zal even laten zien dat op alle papiertjes de namen van de kandidaten staan. Sandra. Anouk. En de ABN Andro. Dit is dus Arno. Meer van zo'n eigenlijk heen en weer, maar dat we hier kunnen knippen. Ja, maar we knippen er niet in. Oh nee. Het is een heen stuk. Het is een eerlijke loting, mensen. Nou. De winnaar, Have You Been Muff 2006, waar we komen optreden in de huiskamer, is geworden... Anouk! We moeten naar het pittoreske oorschot, mijn dames en heren. Maarten en Dick, maak je borst maar nat, oorschot wordt het. Jezus. Maar wel leuk. Gefeliciteerd. Nog vele jaren. Ja, nee, we vinden het hartstikke leuk. Anouk, we komen snel naar je toe. We gaan je mailen en nodig veel vriendinnen uit. En zet het hier maar van scout. Ja, dat ook. En een glaasje cola voor degene die moet rijden. Later. Dit was het dan, de laatste SMTV. Wie weet nog tot ziens. Mocht je deze afleveringen helemaal te kicken vinden, dan kan je ze waarschijnlijk in januari bestellen op DVD. Hou daarvoor onze site www.stutmuffins.nl in de gaten. Zo, nou, het zit erop. Ja, dat was het dan. Dat is wel leuk, hè? Het maken ze maar SMTV. Dat is toch wel, ja, die doen we het anders met je zondag. Ja, het werd wel heel flauw aan het pleinen. Ja, het is weer anders naar de kerk gaan. Ja, precies. Misschien moeten we dat gewoon weer gaan doen. Dat gaan we vanaf doen. Ja, kom, oké. Okay. Dag! Dag! Ja, 7 afleveringen man. Dat waren ze dan. Wat even doen? Even naar Dick brengen, want dan zijn we ook alweer. Ja. Ben je erbij? 26 jaar. Wat een feest. Nou, daar gaan we dan. Op naar de bier. Oké. Daar ik naar zwemmen zit, zoals in. Ja, volgens mij wel. Fuck!